Stel, je wilt als ondernemer zaken gaan doen in het buitenland. Maar waar begin je dan? Hoe start je in het buitenland? En waar moet je als ondernemer op letten? Wat zijn de valkuilen en waar liggen juist de kansen? Welkom bij de Talks. Succesvol ondernemen in het buitenland. Goedenavond en welkom bij de Talks van More MTH. Succesvol ondernemen in het buitenland. Dat is het onderwerp in deze Talks. Hoe doe je dat? Waar begin je? Hoe kun je succesvol ondernemen buiten onze landsgrenzen? Mijn gasten van vanavond nemen jou mee in de recente ontwikkelingen binnen de internationale belastingheffing. En daarnaast worden er vanavond interessante praktijkvoorbeelden gedeeld over al dan niet complexe buitenlandse vraagstukken die zij hebben opgepakt in samenwerking met beroepsgenoten en specialisten binnen het internationale netwerk van More Global. Kortom, alles over ondernemen in het buitenland. Ik stel mijn beide gasten graag aan jou voor. Als eerste Dennis Mes. Dennis is accountant binnen de internationale praktijk van More MTH, waar hij al 15 jaar werkt. Hij heeft ruim ervaring met samenstelopdrachten in het MKB en is verantwoordelijk voor de gehele coördinatie van compliance-opdrachten. Verder aan tafel collega Erwin Morjen. Als internationaal fiscaal jurist is Erwin gespecialiseerd op het gebied van belasting voor klanten binnen het MKB. Als adviseur heeft hij meer dan 20 jaar ervaring in het optimaliseren van complexe bedrijfsstructuren en transfer pricing vraagstukken. Erwin publiceert regelmatig over internationale belastingvraagstukken en is actief betrokken bij het internationale netwerk van More Global. Tijdens de talks is het mogelijk om vragen te stellen aan Dennis of Erwin. Hiervoor kun je de chat gebruiken welke je ziet op deze pagina. Deze chat is openbaar en zichtbaar voor iedere kijker. In het webinar zullen wij de vragen die zijn gesteld behandelen. Dat is althans het streven. In ieder geval, mochten we vanavond jouw vraag niet beantwoorden, dan komen we hier persoonlijk bij jou op terug. We gaan snel beginnen. Ja, Erwin, ik wilde met jou beginnen, want je hebt onlangs een artikel gepubliceerd over de fiscale woonplaats. Dat was de titel van het stuk wat je had geschreven. De fiscale woonplaats. Ja, wat kun je daarover vertellen? Nou, ik kan er heel veel over vertellen. Het was uiteindelijk een artikel van 7 pagina's. Het is een van mijn favoriete onderwerpen eigenlijk, gek genoeg. Het is niet zo'n langdurige liefde nog, maar ik denk dat het wel wordt. Samen met belastingverdragen vind ik dat wel echt super interessant. En dat komt omdat heel veel klanten van More MTH die komen bij ons en die willen naar het buitenland, die willen daar gaan wonen. En daar zijn nogal wat consequenties aan. Je moet rekening houden met belastingen. Veel mensen willen gaan werken in het buitenland, wat tegenwoordig kan, en een oude baan behouden. Dat is al. Dat geeft al een aantal dimensies die behandeld moeten worden. En ook sociale zekerheid is een dingetje. Dus fiscale emigratie, dat is een enorm uitgebreid onderwerp. En echt fiscaal emigreren, zodat je niet meer in Nederland woont fiscaal, maar in een ander land, dat is wel uitdagend. Daar moet je wel heel gedisciplineerd en scherp op zijn om dat geregeld te krijgen. Omdat Nederland onze belastingbetalers niet zomaar loslaat. En dat artikel vinden we op onze website, hè? Ja, dat is een uittreksel, een blog. En ik heb ook nog een uitgebreider artikel, maar dan moet je in de wat ingewikkeldere bladen gaan kijken. Ja, Dennis, More MTH, dat is natuurlijk niemand ontgaan, gaat fuseren met Kroeze Wevers. Biedt het ook kansen voor ondernemers die in het buitenland willen starten? Ja, zeker. Kijk, sowieso worden een grotere partij. Kroeze Wevers heeft daarnaast een zeer uitgebreide German desk. Dus vooral ondernemers die graag naar Duitsland willen, die kunnen daar ook straks veel beter terecht. Dus maar we hadden het net al over het internationaal netwerk van ons, zeg maar, van MTH. Dat is More. Klopt. Zij zijn onderdeel van Nexia. Wat gaat daarmee gebeuren? Zij worden straks ook onderdeel van More. Dus ook binnen het More-netwerk, waar we over de hele wereld kantoren hebben, worden wij een grotere speler. We gaan natuurlijk nog verder de banden aanhalen met onze collega's in het buitenland. En zodoende zullen we in staat zijn om onze klanten nog beter van dienst te zijn. En wat blijft, zijn natuurlijk ook voor de mensen van Kroeze Wevers de internationale contacten die je kunt leggen. Ja, zeker. Ja. Ja, en wat kun je vertellen over ons internationale team? Want dat doen jullie vanuit Amsterdam met name, hè? Ja, de meeste mensen zitten in Amsterdam. Maar door het land verspreid hebben we ook collega's die onderdeel zijn van het internationale team. En dat kan eigenlijk niet anders, want het is een multidisciplinair team. Dus we hebben de verschillende disciplines die binnen ons bedrijf werkzaam zijn, hebben we verbonden in een internationaal team. Dus het zijn allemaal mensen
die heel erg geïnteresseerd zijn in internationale cliëntelen en bijvoorbeeld ook heel veel inbound klanten graag willen bedienen. Nog even over die multidisciplinaire diensten. Dan heb je het over accountants, maar ook loonadministrateurs. BTW-specialisten, corporate finance. Allemaal specialisten die het leuk vinden om met het buitenland te werken. En dat is een brede dienstverlening. Ja. Je hebt het over de inbound klanten, waar jullie je met name op richten. Wat, ja, dat is echt weer zo'n vakterm. Ja, dat is een zelfverzonnen vakterm. Ja, wat zijn inbound klanten? Inbound klanten zijn klanten die van het buitenland naar Nederland komen. Dus eigenlijk buitenlandse ondernemers of buitenlandse privépersonen. Dus entiteit die hier actief is, maar met een buitenlandse moeder. Ja. Goed samengevat. Maar dat inbound klanten, heb je dan ook outbound klanten? Jazeker. En dat is omgekeerd natuurlijk. Dat is het omgekeerde. Daarbij helpen we onze huidige klanten die we in Nederland al bedienen, helpen we succesvol te zijn in het buitenland. Ja, Erwin, die internationale praktijk, hè, wat zijn nou voor jullie de meest belangrijke landen? Waar heb je het meest mee te maken? Wat kom jij tegen in de markt? We hebben het meest te maken met de UK, de VS en Duitsland. En verder met elk ander land ongeveer op de wereld. We hebben ook een mooie wereldkaart op kantoor hangen waar al onze klanten staan. Maar als we de meeste vlaggetjes zouden wel staan in de VS, UK of Duitsland. En daarom is die fusie met Kroes & Wevers ook zo belangrijk. Omdat die een fantastische German desk hebben. Die zich specifiek richt op klanten die zich bewegen op de grens tussen Nederland en Duitsland. Dus dat is echt ideaal voor ons. Maar wij hebben veel klanten die verbintenissen hebben met Amerika, zeg je, UK en ook vooral Duitsland. Precies, ja. Ja, als je kijkt door jouw accountancy-bril, internationale bril, Dennis, als ik kijk naar Nederland, is dat internationaal nog een interessant land, Nederland? Ja, als je kijkt naar de hoeveelheid werk die binnenkomt aan inbound klanten, dus inderdaad bedrijven die zich in Nederland gaan vestigen en die wij vervolgens helpen landen, ja, is het nog steeds een heel populair land. En is op zich ook niet zo heel gek. Ik bedoel, in Nederland wordt bijna iedereen spreekt Engels. We spreken onze talen goed. Ja, we spreken onze talen. We zijn, we moeten ons aanpassen inderdaad. Niemand wil onze taal leren, dus dan doen wij het maar. Dat we een goede infrastructuur hebben, is dat ook belangrijk? Zeker. Ja, we hebben de havens natuurlijk. Amsterdam en Rotterdam. We hebben Schiphol. We hebben veel logistiek dienstverleners die erg hun best doen om klanten te helpen. Te zorgen dat hun spullen netjes door de EU worden vervoerd. Dus ja, wat dat betreft is het gewoon een heel prettig land. Als je kijkt naar de Belastingdienst. Ja. Hoe onderscheidt zich dat in Nederland ten opzichte van andere landen? In welke mate? Wat? Nou ja, het is hier vrij gebruikelijk dat we met de Belastingdienst ook bijvoorbeeld vooroverleg kunnen hebben. En we hebben een Belastingdienst die redelijk meedenkt. Zolang je goede wil toont, dan stellen ze zich ook vrij soepel op. Ondanks dat er natuurlijk wel vrij veel negatieve verhalen in de ronde gaan over de Belastingdienst, hebben ze ook zeker hun goede kanten. Wat bedoel je met vooroverleg dan? Nou ja, als we bijvoorbeeld een bepaalde structuur willen aangaan, of bijvoorbeeld een klant die is bezig met een overeenkomst, dat je gaat kijken van nou, hij gaat als zelfstandige werken, maar krijg je dan niet te maken met mogelijke schijnzelfstandigheid? Dus wordt hij niet per ongeluk gezien als een werknemer? Nou, dan kunnen we met de Belastingdienst in vooroverleg gaan. Dan leggen we de overeenkomst voor. Die doen dan een uitspraak van joh, op deze manier denk ik dat het toch al heel snel de goede kant op gaat, of niet. Dan kunnen we daar nog wat aan doen. Dat noemen jullie ruling, geloof ik, hè? In het vak. Ja, een ruling is in algemene zin inderdaad een uitspraak van de Belastingdienst, waarin ze bepalen om op een bepaalde manier met een transactie om te gaan. Maar de omgang zoals wij die kennen met de Belastingdienst in Nederland, die is uniek, hoor ik je zeggen. Ja, die is vrij uniek. Met andere landen. Ja. Ja. Ja, Dennis, kun je iets vertellen hoe je als ondernemer succesvol kunt starten in het buitenland? Stel je voor dat je dat zou willen. Ja, je moet allereerst zorgen dat je natuurlijk de markt kent, de cultuur kent, weet waar je aan begint. Elk land heeft toch zijn eigen merkwaardigheden en gewoontes. Dus, ik moet dan één keer denken aan het programma Ik Vertrek, waarbij je wel eens landgenoten ziet emigreren en de taal niet goed spreken. Dat lijkt me de basis, maar ja. Goed voorbereid. Goed voorbereid, ja. Kijk, je kan als Nederlander goed Engels spreken, maar als jij in Frankrijk gaat zitten waar dat wat minder is, ja, dan heb je misschien daar wel een issue mee. Ja, we zien hier een staatje in beeld, hè? Zorg voor kennis van de markt waar je gaat vestigen. Nou ja, laat je goed adviseren ook inderdaad. Dus spreek met je huidige accountant voordat je dat soort dingen gaat doen. Eventjes van, joh, kunnen we dit op een of andere financieel goede manier, zeg maar, inkleden in de huidige structuur?
Moeten er misschien bepaalde investeringen gedaan worden waar je mee te maken krijgt, die je eventjes goed af moet stemmen. Dus dat is wel erg belangrijk. Ik maak daarnaast ook veel gebruik van de diensten van de lokale adviseurs die daar zitten. En die kunnen je helpen met het goed opzetten. Vaak zal er gekozen worden om bijvoorbeeld een vennootschap in dat land op te zetten. Nou, dat moet al dan niet via een notaris lopen. Je moet geregistreerd worden bij de belastingkantoren. En dat, daar hebben we binnen het Moornetwerk ook gewoon heel goede kantoren voor die je daarmee kunnen helpen. Ja, Ewin, wat zijn de meest voorkomende valkuilen van ondernemen in het buitenland? Ja, dat ligt een beetje in het verlengde van wat Dennis net vertelt. Wat we heel veel zien en wat ik ook bij mezelf zie, overigens niet dat ik de maat der dingen ben, maar dat je denkt dat het in het buitenland hetzelfde gaat als dat je kent. Dus dat je eigenlijk, het buitenland is dan een warm Nederland. En dat is misschien wel zo, maar niet altijd. Dus het is heel erg goed om je bewust te zijn dat je ook werkelijk in het buitenland bent en dat de regels daar anders zijn. Dat er ook dezelfde zaken anders kunnen beschouwen in het buitenland. Dat is ook de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Kan dat ook enorm verschillen? Nou ja, dat sowieso natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld hoe ze omgaan met de Belastingdienst. Ik maak wel eens de fout dat ik tegen bijvoorbeeld een Spaanse collega zeg van, nou ja, bel gewoon even die belastinginspecteur en dan vraag je even wat hij ervan vindt. Nou, dan doe je mensen echt pijn mee als je je dat voorstelt. Want dat is gewoon ondenkbaar. Dat doet gewoon pijn in hun hoofd. Dus ja. Het buitenland is het buitenland. Daarom is het ook zo leuk natuurlijk om daar naartoe te gaan. Maar dat is, als je zaken wil doen, moet je wel tegen verrassingen kunnen. Of in ieder geval, je moet eigenlijk proberen de verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen. En ik heb ook wel eens begrepen van jou dat het in Frankrijk met name, geloof ik, of in Duitsland best wel wat langer kan duren voordat je uiteindelijk een BTW-nummer hebt gekregen van de Belastingdienst al daar. Ja, essentieel is natuurlijk voor je bedrijfsvoering. Nee, dat heb je goed onthouden. Ja. En dan is Duitsland en Frankrijk is eigenlijk toch. Dat gaat relatief snel als je bijvoorbeeld Brazilië neemt, als die al BTW hebben overigens. Maar goed, ja, het kan heel erg lang duren. En als je gaat ondernemen of gaat wonen ergens, wil je gewoon snel, snel, snel. Hè? Je wil doorpakken. Dus dat wordt wel wennen. Dus dat is wel belangrijk om daar van tevoren je bewust van te zijn dat het anders is dan in Nederland. Nu zijn wij als organisatie lid van het internationale netwerk van More Global. Op welke manier kan dat lidmaatschap een rol spelen? Ja, in mijn beleving is dat lidmaatschap en onze relatie met de mensen in de verschillende landen is onmisbaar om succesvol die overgang naar het buitenland te maken. We zien een sheet achter jou en misschien even close in beeld. Dat zijn alle landen waar we op dit moment actief zijn. Elke stip, dat is in ieder geval een onderdeel van ons grote netwerk. Ja, in Amerika bijvoorbeeld zitten misschien wel 10 kantoren, maar die hebben dan meerdere vestigingen, dus het zijn ook vestigingen. En het wisselt ook nog wel geregeld, maar zo over het algemeen hebben we ongeveer 30.000 collega's die wereldwijd verspreid zijn om ons en onze klanten bij te staan. Jullie kregen laatst volgens mij een mooi compliment van een Amerikaans lid. Ja, dat was op een conferentie in het buitenland, in New York. En hij stond op het podium en hij zei van, die jongens daar, die van More MTH, kijk, die weten hoe het moet. Die zijn altijd ready to perform en nemen altijd de telefoon op. En dat was wel stoer, omdat we dat ook proberen. En dat is nog niet zo eenvoudig, maar het werd wel herkend. Mooi compliment. Om even volledig te zijn, even in dit plaatje. Ik zie dat in Rusland ook nog weer connecties zijn getekend, maar die zijn inmiddels. Ja, die zijn kalt gesteld, zeg maar. Die zijn vriendelijk verzocht om het netwerk te verlaten. Het internationale netwerk, Dennis, kun jij een voorbeeld geven van een mooie vorm van samenwerking? Jazeker, het gaat twee kanten op. Dus wij helpen soms buitenlandse kantoren als zij een inventarisatie moeten uitvoeren in Nederland. Stellen we onze mensen beschikbaar, maar we hebben ook dat we onze klanten daar naartoe kunnen doorverwijzen. We hebben laatst een klant gehad die in Amerika, daar halen ze hardware vandaan. En die kregen daar te maken met sales tax, waarvan ze in de veronderstelling waren dat ze die niet terug konden vragen. En de Amerikaanse collega is nu bezig om de papieren in te vullen om te zorgen dat ze dat wel terugkrijgen. Dus dat is een hele mooie samenwerking gebleken. Dat is een mooie meerwaarde. Ja, zeker. Ik vertelde het al aan het begin van deze talks. Via de chat kun je vragen stellen aan mijn gasten. Vooraf ontvingen wij al een aantal vragen over dit thema. Deze zullen we nu behandelen, maar blijf vooral jouw vraag stellen. Wij streven ernaar, net als altijd, om iedere vraag te beantwoorden tijdens deze live-uitzending. En mocht dat vanavond niet lukken, dan komen wij hier na de talks bij jou graag op terug.
Dan gaan we nu naar de eerste vragenronde. De eerste vraag kwam van Pedro en is voor jou, Erwin. Welke problemen kun je tegenkomen en welke risico's loop je als aandeelhouder van een Duitse GmbH als je aandelen zijn ondergebracht in een Nederlandse BV? Daar heb je een plaatje van gemaakt om het even helder neer te zetten. Ja. Bovenaan staat Pedro, natuurlijke persoon, aangegeven met een rondje. Dan daaronder dus de Nederlandse BV, dat zou een holding kunnen zijn. En daaronder staat die Duitse rechtspersoon. Dus de vraag is, welke problemen kun je tegenkomen en welke risico's loop je als aandeelhouder van een dergelijke Duitse GmbH als Nederlandse BV? Ja. Nou, ik spreek liever niet van risico's en problemen, maar meer van uitdagingen en kansen. Maar er zijn een aantal dingen die waar ik het net al over had, eigenlijk, waarvan je vanuit met een Nederlandse bril zou denken, nou ja, dat is redelijk logisch, maar die zijn toch vanuit een Duitse perspectief pakken die anders uit. Als bijvoorbeeld die Duitse GmbH, dus die onderste vennootschap, als die winst maakt en hij houdt wat over aan van die winst na belastingen, dan kan je dat uitkeren als dividend. En dat is binnen Europa, zou dat tussen Europese vennootschappen, dus tussen een Nederlandse BV en een Duitse GmbH, zou dat zonder belastingheffing moeten. Maar de nationale Duitse wetgeving trekt zich daar iets minder van aan. En in sommige gevallen houden ze wel dividendbelasting in. Dat is op zich niet zo heel erg, want je krijgt het wel terug. Maar dat kost geld en tijd. En ook vaak irritatie. Het is wel belangrijk dat die terugkomt, die dividendbelasting. Want op basis van de Nederlandse deelnemingsvrijstelling kan je het niet verrekenen in Nederland. Dus ja, het ondernemen in Duitsland in deze situatie is op die wijze dus iets kostbaarder dan als het gewoon strikt nationale investering zou zijn. En waar veel mensen ook niet aan denken is dat als zo'n Duitse GmbH bijvoorbeeld vastgoed heeft of land of een bouwterrein en Pedro zou zijn aandelen in de Nederlandse BV verkopen, dan is hij in Duitsland overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat is ook iets wat in Nederland niet zou gelden, maar wel als je de Duitse aandelen ook indirect, dus via het verkopen van je Nederlandse BV, realiseert. En dat is wel 6%, dus het kan behoorlijk schrikker zijn. Kom je een dergelijke situatie in de praktijk vaker tegen? Want ik kan me voorstellen dat vaak iemand in Duitsland zaken wil doen, dat het voor de naam en voor de herkenbaarheid belangrijk is om een Duitse GmbH te hebben in plaats van een Nederlandse rechtspersoon. Ja, nou, het is zelfs eigenlijk algemeen bekend dat Duitse consumenten bij voorkeur zaken doen met een Duitse vennootschap. Dus, en dat mensen in die Duitse vennootschap moeten ook Duits spreken. Dus je komt dit ook vaker tegen? Heel vaak, ja. Dankjewel voor deze tips. Volgende vraag kwam van Faisal. En ik denk dat dat een mooie vraag voor jou is, Dennis. En die luidt als volgt. Ik citeer, voor een geheel Nederlands bedrijf, zo schrijft Faisal, is het heel lastig om in het buitenland de normale dingen voor elkaar te krijgen. Zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van bankrekeningen in bijvoorbeeld de UK. Maar ook bijvoorbeeld het verkrijgen van een security bond in bijvoorbeeld Amerika, wanneer je geen native citizen bent met een credit score. Kun je dat volgen? Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is sowieso heel lastig. Dat is een goede vraag. Het is een hele goede vraag. Want ook in Nederland, als je dan maar een bankrekening wil openen, dat weken, maanden. Ja, dat is het punt inderdaad. Wij lopen er ook veel tegenaan dat buitenlandse bedrijven, of in ieder geval bedrijven met buitenlandse aandeelhouders, al zit er gewoon een Nederlandse directeur, heel moeilijk een bankrekening kunnen openen bij een Nederlandse bank. Maar dit is eigenlijk omgekeerd? Ja, precies. Dus nou ja, waar die buitenlandse bedrijven ons inschakelen, doen wij in dat geval altijd heel erg ons best om ze goed te laten landen bij een Amerikaanse collega of een Engelse collega. Die kennen de wegen, die weten de ingangen, die hebben de connecties. En die kunnen je in ieder geval zoveel mogelijk begeleiden daarin. Zodat je niet al je papierwerk hebt ingevuld en oh ja, er mist nog ergens een kruisje of een vinkje of je bent documentje X, Y, Z vergeten. Je zorgt gewoon dat alles compleet is en dat het zo soepel mogelijk verloopt. Maar bereid je erop voor dat het inderdaad best een leidersweg kan worden. Wat je eigenlijk doet is het gebruik maken van je eigen netwerk, internationaal netwerk, waarbij je onze klant, zeg maar, introduceert in het buitenland bij jouw netwerkpartner. Ja, klopt. En soms blijven wij daar als middelman tussen zitten. En soms dan dragen ze gewoon helemaal over. Het ligt er net aan wat de klant ook prettig vindt. Je kunt het ook bewaken, het proces. Ja, zeker. Okay. Dan nog een vraag van Raymond. Ook voor jou, lijkt mij, Erwin. Alhoewel, ik vraag me af of het echt een vraag voor jou is. Hoe kun je financiële risico's afdekken bij zakelijke transacties met het buitenland? Bijvoorbeeld bij het voorfinancieren van goederen.
dan denk ik al een beetje aan kredietverzekering. Ja, dat denk ik ook. Dus op zich wel een hele interessante vraag. En er valt ook wel weer heel veel over te zeggen. Maar het is niet echt mijn specialisme. Gelukkig hebben we... Ja, maar je kunt het wel proberen. Ik kan het wel proberen. Ik ga het ook proberen. Maar ik ga eerst even zeggen dat we wel corporate finance mensen hebben... die echt weten hoe het zit. Dus ik zou die vooral ook inschakelen. En anders doe ik het wel. Maar wat ik wel zie in de internationale praktijk... is dat, de betalingstermijnen in de internationale handel... echt extreem lang zijn. En ja, als je geld lang uitblijft, moet je financieren. En je hebt eigenlijk twee fases. Je hebt voorfinanciering en nafinanciering. En voorfinanciering is tot zeg maar de verkoop. En nafinanciering is na de verkoop. Dat is een beetje zo diep als mijn kennis gaat hierover. Maar ik zou Raymond aanraden om contact op te nemen met ons. En dan zullen wij hem verder verwijzen naar onze corporate finance collega's. Dankjewel. Dennis, dan een vraag van Raymond. Hij heeft eigenlijk twee dingen. Hij vraagt zich af hoe het zit met de T1-belastingregeling. Mm-hmm. Dus hoe zit het met de T1-belastingregeling? En als tweede, hoe zit het met het afdekken van afnemersrisico's? Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, nou, als het dezelfde Raymond is, dan gaan we die zeker eventjes benaderen. Kijk, de T1, dat is ook niet per se mijn specialisme. Dat is meer meer douanewetgeving. Dat gaat over het vervoer van niet-uniegoederen. Dus goederen die niet binnen de EU in vrije circulatie zijn... maar die dan binnen de EU van punt A naar punt B worden vervoerd. Ja, daar zal je echt een specialist bij moeten betrekken. Want daar moet een T1-aangifte... Daar moet een T1-aangifte bij. Ja, klopt. En we hebben daar specialisten voor binnen onze organisatie... dus daar kunnen we hem zeker mee helpen. Nou, voor dat afnemersrisico, idem dito. Er zijn verschillende manieren waarop je dat kan afdekken... of in ieder geval je risico zoveel mogelijk beperken... Je zou kunnen overwegen om het in het contract op te laten nemen... om het risico bij één partij te houden als er een keer iets fout gaat. Je zou het kunnen verzekeren. Maar het hangt heel erg af van de specifieke situatie waarin Raymond zich bevindt. Dankjewel. Dan een vraag van Michael. Ik denk voor jou, Erwin. Hoe om te gaan met installatiewerkzaamheden in het buitenland... en welke regels gelden er bij voorkeur in België? Ja, dat is wel inderdaad een vraag voor mij. Daar hebben we zelfs laatst aan de hand gehad. Precies dezelfde casus. Zo'n voorbeeld. Hartstikke leuke klant uit de Noordoostpolder. En die heeft installatiewerkzaamheden uitgevoerd in België. Nou is het gevaar bij installatiewerkzaamheden... dat als die een bepaalde periode duren... dat het een vaste inrichting wordt. En een vaste inrichting betekent eigenlijk dat je een deel van je winst... in het land wordt belast met vennootschapsbelasting... Waar je die installatiewerkzaamheden uitvoert. En die termijnen die zijn vastgelegd in internationale belastingverdragen... mijn tweede liefde. En een verdrag met België, tussen België en Nederland... belastingverdrag met België en Nederland... staat dat als je een installatieproject langer dan 12 maanden hebt... dan ben je belastbaar in België. Dus als je een project hebt voor 8 maanden en het loopt een beetje uit... en het worden er 13, dan loopt het wel flink uit, niet een beetje, maar toch... dan is de hele winst op dat project belastbaar in België. Dus het is heel, heel belangrijk om die termijnen in de gaten te houden. Want het tarief in België is flink hoger dan in Nederland. Goeie tip. Dennis, Guido wil met zijn bedrijf de positie op de Belgische markt uitbouwen... is daar blijkbaar al actief. Ja. En vraagt zich af of dat beter vanuit een Nederlandse... of uit een Belgische entiteit kan. En aanvullend vraag, heb je ook een advies... hoe je een sterk team kunt opbouwen? Als eerste, de eerste vraag, kun je het beter vanuit een Nederlandse... of een Belgische entiteit doen? Dus de marktpositie in België verder uitbouwen. Nou, in praktijk zien we dat het wel gebruikelijk is. Maar het ligt helemaal aan van af van de situatie... waarin het bedrijf zich bevindt. Kijk, in sommige gevallen, bijvoorbeeld als je gaat ondernemen... dan haal je ook bepaalde risico's op de hals. En dan kan het prettiger zijn om die echt in een specifieke Belgische BVBA bijvoorbeeld te houden... zodat je dit niet je Nederlandse BV intrekt. In sommige gevallen kan het ook interessant zijn om een vaste inrichting te hebben... maar dat ligt dus echt helemaal aan, joh, hoe staat de onderneming ervoor? Wat ben je precies aan het doen? Welke risico's heb je? En hoe ga je daarmee om? Het laten groeien... Dat is natuurlijk echt een specifieke managementvraag. Hè. Zorg dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt.
Nederlandse bedrijfscultuur is vaak vrij wars van autoriteit. Nou, dat is niet in elk land zo. Dus je wil zorgen dat je in ieder geval een beetje bekend bent met de cultuur waar je gaat opereren. Dan kan het handig zijn om bijvoorbeeld Belgische collega's aan te stellen en daar de boel te laten runnen. Die de markt kennen. Ja, die de markt kennen, die de cultuur spreken, kennen. Ja. Nou ja, goed, in het Nederlands zal ze dan nog wel gaan lukken, maar in het Franstalige deel inderdaad kan dat wat lastig zijn. Ja, verder natuurlijk zorg dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt. En als je met Belgische medewerkers aan de slag gaat, zorg ook dat je een Belgische pedel opent. Tot slot nog een vraag van Ingrid voor jou, Erwin. Dat is een fiscaal getinte vraag. En de vraag van Ingrid voor jou luidt als volgt. Wij willen vanaf volgend jaar ons huis op Curaçao gaan verhuren voor onbepaalde tijd. Hoe pakken wij dit belastingtechnisch aan? Wat moeten we opgeven op Curaçao? En wat in Nederland als we nog in Nederland blijven wonen? Het huis op Curaçao is hypotheek vrij onbelast. Er zit geen financiering op. Nee. Is het niet zo in het algemeen dat waar je bezit is, dat je daar ook de belasting betaalt? Ja. Nou ja, in zijn algemeenheid misschien eigenlijk niet. Ik zeg wel heel makkelijk ja. Het internationale belastingrecht zegt eigenlijk daar waar vastgoed is, dat is belast waar het staat. Als je bijvoorbeeld aandelen hebt in Apple, is dat wel gewoon in Nederland belast als je in Nederland woont. Dus het is niet al het bezit, maar een van de hoofdregels is wel dat vastgoed is belast in het land waar het staat en ook de inkomsten daaruit. En Curaçao is ook voor deze regeling gewoon buitenland. En vervolgens is dan de vraag, als het op Curaçao belast is, en dat is het. Ik ken niet de nationale regels, dus ik weet niet hoe hoog die belasting is. Dat moet nagevraagd worden. Dan komt er een vrijstelling in Nederland. Omdat Ingrid woont in Nederland, moet daar aangifte doen. Ze is fiscaal inwoner van Nederland. Dan moet je in het land waar je fiscaal inwoner van bent, moet je over je wereldwijde inkomen aangifte doen. Dus je moet in Curaçao aangifte doen voor het kleine stukje van het vastgoed. En in Nederland moet je aangifte doen van alles wat je hebt, inclusief dat stukje Curaçao. Dus het is een soort samenvatting van alles. Maar betaal je dan niet snel dubbel of te veel? Ja, dat is natuurlijk het gevaar. En daarom zijn die belastingverdragen er, om dat te vermijden. Nou is het nare van onze box 3, dat het eigenlijk een hele specifieke regeling die nergens ter wereld wordt gehandhaafd. Box 3 is de vermogensbox, hè? De pretbox, zullen jullie noemen. daar is de lol wel stevig af, Arie. Door die nieuwe regels en het steeds wijzigen en die rechtszaak, het kerstarrest noemen wij dat. Niet het kerst, maar het kerstarrest, is het helemaal niet meer zo aantrekkelijk. En kan het heel naar uitpakken. En zelfs ook dat je voorkoming helemaal niet zo fijn is als je zou hopen dat die is. Dus ik zou Ingrid wel aanraden om het even goed te laten doorrekenen. Hoeveel betaal ik in Curaçao? Hoeveel moet ik uiteindelijk nog in Nederland bijbetalen? Wat hou ik eraan over? En is het dan interessant genoeg om al die moeite te doen? De vraag is dus, wat is de beste weg om te bewandelen? Ja. Dit was de laatste vraag voor dit moment. Aan het einde van deze talks hebben we nog een tweede vragenblok. Dus blijf vooral jouw vragen stellen in de chat. Speciaal voor de talks van vandaag hebben Dennis en Erwin een white paper opgesteld. En deze white paper vind je terug op de moor-mth.nl/yespagina. Graag wijs ik je ook op de mogelijkheid voor een vrijblijvend consultmoment met Dennis of Erwin. Daarin kun je in gesprek gaan over jouw persoonlijke situatie. De kans dus om 1-op-1 te spreken over jouw vraag of jouw uitdaging. Meld je even eenvoudig aan via moor-mth.nl/yes. We nemen dan contact met je op om een geschikt moment af te spreken om elkaar te ontmoeten. En je weet het, dat kan zowel fysiek als online wat jouw voorkeur heeft. Praktijkvoorbeelden. Dennis, het valt me op dat de term audit geregeld wordt gebruikt in het buitenland. Is dat hetzelfde als de term audit zoals wij hem kennen? Audit inderdaad. Ja, dus de accountantscontrole. Wat je heel veel merkt is bij mijn eigen portefeuille. Ik werk veel met bedrijven met buitenlandse aandeelhouders. Die vallen onder een buitenlands concern. En dan heb je contact met de groepsaccountant.
En die heeft het dan altijd over your audit. Terwijl wij in dat geval geen controle, maar een samenstelopdracht uitvoeren. Dat is wel een essentieel verschil. Dat is een essentieel verschil. En daar worden we dan ook altijd heel nerveus van. Omdat je nou, eigenlijk een van de grote punten van accountancy is. Je mag nooit meer vertrouwen uitstralen dan je kan waarmaken. Nou, de audit is zwaarder dan een samenstelopdracht. Ja. En heel strak gereguleerd. Dus je moet daar ook nog gelijk alle twijfels wegnemen dat jij absoluut geen controle aan het uitvoeren bent. Terzij je het natuurlijk wel aan het doen bent. Maar daar hou ik mezelf niet mee bezig. Dat zijn onze collega's van de auditafdeling. Dus dat is daar inderdaad. Ondanks dat we dezelfde standaard hebben, buitenlandse accountants, die noemen iets heel snel audit. Maar goed, daar hebben onze klanten op zich niet zo heel veel mee te maken. Nou, wat je ook wel merkt is dat, maar dat heeft Erwin ook al aangegeven, dat de buitenlandse accountants iets meer terughoudend zijn in het vooraf betrekken van de Belastingdienst bij adviezen die ze geven. Terwijl wij daar toch wat proactiever in zijn. Ja, dat zeg je nu, maar waar moet je dan als ondernemer op letten in het buitenland? In die contacten met die Belastingdienst? Waar moet je rekening mee houden? Nou ja, dat ligt er heel erg aan het land waar je mee te maken hebt. Maar, ja, maar jij vertelde dat in Nederland wij daar eigenlijk een heel goed contact hebben. Hè? Op basis van gelijkwaardigheid. Hè? Ja. Je sprak er respectvol en met waardering over. Maar in het buitenland is het vaak anders. In het buitenland kan het zijn dat ze meer de ondernemer als een potentiële cash cow zien. En daar sneller iets gaan halen. Ja. Erwin, zaken doen in het buitenland. Hoe begin je? Welke mogelijkheden zijn er? Nou ja, in zijn algemeenheid. Wij zien eigenlijk drie verschillende opties. Met als vierde een combinatie van die drie voorgenoemde. We zien het nu in beeld. Ja, dus dat is wel super eenvoudig eigenlijk. Het is, we zien heel veel Nederlandse bedrijven die een dochterbedrijf of een ander bedrijf kopen in het buitenland. Dat is natuurlijk een snel begin. En ook kans op succes is relatief groot. We zien ook, dat zijn vooral de grotere bedrijven die een aantal mensen naar een buitenland sturen om daar te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus dan sturen ze gewoon één of twee salesmensen naar het buitenland en die gaan daar dan proberen de producten te verkopen. Ja, je hebt niks, je begint gewoon van scratch af aan. Ja, redelijk van scratch af aan. Daar zitten wel risico's aan, omdat een aantal landen vinden al heel snel dat een werknemer in een ander land een vaste inrichting tot gevolg heeft. En dan moet je wel aangifte gaan doen en zo. Dus dat is wel goed. Nederland is ook daarin weer een uitzondering. Wij vinden dat niet zo snel een vaste inrichting als iemand naar Nederland komt. Maar bijvoorbeeld België vindt het al heel snel. Dan wordt er ook meteen een aangiftebiljet vennootschapsbelasting uitgereikt. Heb je maar één werknemer die af en toe in België is. Maar dat is wel een mogelijkheid. En vaak is dat een hele succesvolle mogelijkheid. Omdat die mensen op commissiebasis werken natuurlijk. Als derde mogelijkheid zie ik staan de ondernemers die zelf gaan emigreren naar het buitenland. Ja, dat zien we dus ook heel veel. Mensen die gaan emigreren en bijvoorbeeld hun bedrijf uit Nederland meenemen of in het buitenland weer opnieuw beginnen. En dat zijn eigenlijk de drie smaken die we heel veel zien. En er is geen goede of slechte keuze. Ze hebben allebei evenveel potentie op succes in mijn beleving. Nou, optie 4, dat zei je net al, is een combinatie van de drie genoemde punten die je net zei. Ja, dat is mijn vangnetbepaling. Is dat. Ja, mooi afgedekt. Ja, Erwin, wat moet je als ondernemer zeker niet doen? Nou ja, je moet niet heel naïef die sprong wagen. Dat is echt wel redelijk stom. Het vraagt om voorbereiding. Het vraagt om voorbereiding en heel veel voorbereiding. Of tenminste, je moet je in ieder geval heel goed laten informeren. En een beetje ruim de vraag stellen. Wat we wel zien van dat mensen vragen van wat zijn de gevolgen als ik twee weken een auto rijdt in het buitenland. Dat is een beetje krap. Je kan beter vragen, waar moet ik op letten als ik wil gaan ondernemen in het buitenland? En diezelfde vraag moet je ook stellen in het buitenland. Je moet eigenlijk naar streven dat je negatief verrast wordt. Daar moet je. Nou ja, dat moet je voorkomen. Ja, je kan beter negatief verrast worden van tevoren dan achteraf, denk ik. BTW-registratie is ook denk ik van essentieel belang, maar dat hoort allemaal bij dat voorbereiden. Ja, loonbelasting, BTW, VPB. Je moet al die registraties regelen. We zien natuurlijk heel vaak, maar dat is ook weer redelijk menselijk, dat mensen toch net even te laat beginnen. We zijn nu bezig met een klant uit Portugal. Die wil in Nederland iets beginnen. Ja, die heeft volgende week een BTW-nummer nodig. Ja, dat lukt zelfs in Nederland niet als je nog niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Er zijn ook verschillende zeden en gebruiken, ja, gewoontes, cultuur. Ja, je moet wat voor ervaring heb je daar? Wat zijn leuke voorbeelden?
Je moet niet je potentiële klanten tegen de schenen schoppen natuurlijk. Dat is niet zo handig. En die, wat we al zeiden over die Duitse mensen, die doen graag zaken met een Duitse vennootschap. Nou ja, hou daar rekening mee. En andere culturen, meer Aziatische culturen, die hebben natuurlijk hele andere omgangsvormen dan wij. Je hebt het over Japan, China. Ja, nou ja, er zijn een hele rijtje Aziatische landen natuurlijk. India, daar wonen heel veel mensen. En ja, een heel groot aantal van die mensen zullen nooit nee zeggen. Wel ook als ze, die zeggen dus ja als ze nee bedoelen bijvoorbeeld. Dat kan heel verwarrend zijn voor de wat bottere Nederlander. Ja, Dennis, ervan uitgaan dat jij een accountancybril op hebt. Hè, voor jou dezelfde vraag. Wat moeten ondernemers niet doen vanuit een accountancyperspectief? Ja, ik sluit me wat dat betreft redelijk bij Erwin aan. Gewoon zorg dat je goed voorbereid de stap maakt. En weet waar je aan begint. En een voorbeeld bijvoorbeeld is als je een webshop hebt. En ineens gaan mensen uit België ook, of uit Duitsland, gaan ook jouw spullen kopen. Nou, gelukkig hebben we daar tegenwoordig de one-stop shop voor. Dat is een aangifte waarin je in Nederland eigenlijk al je btw die je verschuldigd bent in andere landen afdraagt. Maar in het verleden was het zo dat als je over een drempel heen ging, dat je je gelijk in dat land ook als btw-ondernemer moet registreren. Moet je een btw-nummer hebben, dan moet je aangifte doen. Nou, als je dat dus blijkt te vergeten te zijn, dan heb je wel een issue. Onbedoeld haal je dan veel zorg op je hals? Ja, dan haal je onbedoeld inderdaad toch best wel een probleem binnen. Dus dat, dat zijn linker dingen. Dus zorg altijd dat je je heel bewust bent. Je kan er gewoon echt per ongeluk inrollen eigenlijk zonder er erg in te hebben. Het groeit heel automatisch. En goed, het is heel leuk als jouw klanten inderdaad al je spullen willen hebben. En vanuit het buitenland ook. Maar dan wil ook de Belastingdienst daar iets van hebben in dat land. En dat kan riskant zijn. Ja, nou, dankjewel. We zijn toegekomen aan het laatste vragenblok van deze talks. Het is nog steeds mogelijk om je vrijblijvend aan te melden voor een consultmoment met Dennis of Erwin. Het kan namelijk fijner zijn om een specifieke situatie 1-op-1 te bespreken. Vaak is elke casus of situatie weer verschillend. En om die reden organiseren wij dit consult. Zo kunnen we namelijk effectiever meedenken en jou echt helpen. Meld je eenvoudig aan via www.more-mth.nl/yes. We nemen dan contact met je op om een geschikt moment af te spreken en elkaar te ontmoeten. En zoals net ook aangegeven, dat kan fysiek, maar zeker ook online. Dit was de laatste talks voor de zomervakantie. In het najaar komen we bij je terug met de talks, dan onder onze nieuwe merknaam More MKW. Voor een terugblik op de talks van de afgelopen maanden kun je kijken op onze website. In de live chat delen we nu een link, zodat je de webinars kan terugkijken en alle whitepapers en infographics kunt downloaden. Hou daarnaast, en dat is een tip, onze socials in de gaten voor de aankondiging van onze toekomstige webinars. En dan zijn we inmiddels toegekomen aan de laatste vragenronde. Laatste vragenronde, een vraag voor Erwin. Wat is kenmerkend anders in de UK? Wat is kenmerkend? Op welk gebied hebben we daar? Op belastinggebied. Nou ja, de vraag is alleen maar heel simpel. Wat is kenmerkend anders in de UK? Nou, het weer is hetzelfde. gek genoeg, samen met Duitsland, is de UK wel het land waar Nederland het meest op lijkt. Het is een beschaafd land, de infrastructuur is goed. Waar ja. Het is met elkaar om. De regels zijn duidelijk. Op de website van de Britse Belastingdienst kan je eigenlijk maar heel... Maar kijk het naar de relatie met de Europese Unie? Nou ja, dat is natuurlijk even... dat is voor ons uiteindelijk heel erg goed geweest. En voor de ondernemers in de UK is het een ramp. De Brexit. Maar dat is een gekozen differentiatie ten opzichte van ons. In Engeland kan je echt heel goed zaken doen. En die hebben ook een aantal regelingen, zoals non-domiciled residence, die echt heel erg aantrekkelijk zijn. En het is heel goed zaken doen met onze collega's in Engeland van Moore Kingston Smith. Stel je voor dat ik deze vraag aan jou had gesteld. Wat zou jouw antwoord zijn? Wat is kenmerkend anders in de UK? Ja, ze rijden er aan de andere kant. Ja, ze zijn geen EU-lid meer. Dus dat maakt het natuurlijk lastiger. Je zal met handelsverdragen te maken gaan krijgen.
ja, accountancy natuurlijk. Ja, boekhouden is boekhouden. Je hebt daar wel andere rechtsvormen ook. Over het algemeen als kleine ondernemer kan het prettig zijn, omdat je uit mijn hoofd tot volgens mij 80.000 pond geen registratie voor de BTW nodig hebt. Je zit niet met een gebruikelijk loonregeling. Dus dat zijn dingen die daar wel anders zijn. Maar goed, ja, elk land heeft zo zijn eigenaardigheden. Maar ik hoor jullie zeggen, een prettig land om mee zaken te doen. Om actief te zijn. Ja, zeker. Ze hebben ook geen dividendbelasting. Dat is ook heel aantrekkelijk. Ja. Een vraag van Willemijn, die is bedoeld voor Erwin. Helpen jullie ook met business partnerships tussen ondernemers vanuit verschillende landen? Dus breng je mensen met elkaar in contact. Dat lees ik erin. Ja, dat doen we zeker. Nou ja, kijk, we doen dit werk omdat we het leuk vinden om met mensen te werken. Ja, maar jullie hebben vooral natuurlijk ook een heel groot internationaal netwerk. Ja. Nou ja, we zijn de hele dag bezig met mensen van onze klanten en de klanten van More Global met elkaar in contact te brengen. Dus dat doen we zeker, ja. Rob Bruggeman die heeft de vraag gesteld. Hebben jullie ook ervaring met Italië, Dennis? Ja, in welke zin? We hebben net nog pizza gegeten. Nee, Italië zeker. Ik heb een aantal klanten die bij een Italiaans concern horen. Ik heb ook meegemaakt, nou ook een vergelijkbaar voorbeeld wat ik net noemde met die webshop. Een klant die heeft al een tijdje aan de Italiaanse fiscus verzuimd door te geven dat ze aan particulieren verkocht hadden via internet. En dus ineens een btw-registratie aan de broek hadden. Daar hebben we gelukkig een More collega op kunnen inzetten. En daar merk je dus ook dat de Italiaanse fiscus een stuk strenger is dan de Nederlandse. En ook bij vrijwillige registratie en proberen te repareren niet zal schromen om daar fikse boetes voor op te leggen. Dus daar schrok ook de collega-accountant in Italië erg van dat dit aan de hand was. Maar dat hebben we gelukkig tot een goed einde weten te brengen. Dus. Erwin, een vraag van Henk de Wit. Zijn er ook landen waarvan je zegt, blijf daar weg? Ja, is natuurlijk voorspelbaar. In ieder geval Rusland momenteel. Ja, in ieder geval Rusland en Noord-Korea lijkt me ook niet zo verstandig. En andere landen waar je echt weg moet blijven? Ja, er zijn heel veel landen die natuurlijk politiek onstabiel zijn. Daar zou je weg kunnen blijven, maar dat is niet per se nodig. Want ik ben wel van overtuigd dat je in elk land succesvol kunt ondernemen of ook heel fijn kan wonen. Is dat een belangrijke basis in je criteria, politieke stabiliteit? Ja, dat is toch wel vanuit mijn optiek, vanuit fiscale optiek is dat wel belangrijk. Want als het niet stabiel is, Rusland heeft bijvoorbeeld het verdrag met Nederland opgezegd. Die wilde het verdrag eenzijdig wijzigen. Nederland zegt, nou, dan weten we niet of we dat nou zo'n goed idee vinden. Toen heeft Rusland gewoon het verdrag opgezegd. Maar het kan ook gebeuren bij relatief landen waarvan je het eigenlijk niet verwacht. Hè. Zoals het verdrag tussen de Verenigde Staten en Hongarije. Hongarije had een heel oud verdrag met Amerika. Dat wou Amerika niet meer, dus die hebben dat ook opgezegd. Wel een soort gentleman's cancellation. Dus je krijgt wel anderhalf jaar de tijd om eraan te wennen. Maar vervelend is het natuurlijk wel. En het wonderlijke in dit geval met dat Hongarije Verenigde Staten is dat de bedrijven in de Verenigde Staten hebben er geen last van. Maar de Hongaarse bedrijven met aandelen in de Verenigde Staten, die hebben echt enorm lasten van. Die gaan van nul belastingheffing naar 30% over hun uitkeringen. Erwin, een vraag van Machiel van den Berg. Is het verstandig om een vennootschap op te richten in het buitenland of kun je ook gewoon zomaar beginnen? Ja, we zijn eigenlijk al 3 kwartier aan het vertellen dat zomaar beginnen, dat niet zo... Nee, goed voorbereid, heb ik al een paar keer horen zeggen. Ja, dat blijf ik zeggen. Het wordt een beetje vervelend eigenlijk. Maar het is toch echt heel belangrijk. Dus ik heb altijd begrepen, je moet alles 3 keer zeggen voordat het binnenkomt. Dus goed voorbereiden is essentieel. Maar ik denk dat met gewoon beginnen bedoeld wordt dat je niet een vennootschap opricht, maar zeg maar als eenmanszaak begint in het buitenland. En dat is op zich heel goed mogelijk. Alleen heb ik persoonlijk de voorkeur voor een vennootschap. Omdat je daarmee je aansprakelijkheid als privépersoon beter afschermt. En dat is zeker in de onbekende juridictie is dat zeker aan te raden. Dan denk ik de laatste vraag inmiddels. Die is afkomstig van Edward van Zuidam. En die is voor jou, Dennis. Okay. Kan je ook vanuit Nederland de administratie voor het buitenland doen? En ook aangifte is de vraag van Edward van Zuidam. Edward, het kan zeker. De vraag is of je het moet willen. Kijk, ik zie in mijn eigen praktijk wel veel voorkomen dat bijvoorbeeld de administratie
van een vennootschap binnen een buitenlands concern, die wordt op een centrale plek, bijvoorbeeld in Engeland of in Amerika, wordt die gevoerd. Dat kan heel goed gaan. Maar je ziet vooral bij wat complexere dingen, als bijvoorbeeld de loonadministratie, het verwerken van een loonjournaalpost bijvoorbeeld, dat ze niet helemaal snappen hoe dat werkt. Dus ze gooien eigenlijk alles gewoon in winst- en verliesrekening in. Dat kan in Amerika heel gebruikelijk zijn. In Nederland werkt dat net even iets anders. Wat vervolgens voor degene die de jaarrekening maakt meer zorgen oplevert, omdat het jou hebt bespaard. Aangiftes, idem dito eigenlijk. Ik bedoel, ik vraag me af of je het risico wil nemen om in een vreemde juridictie zelf je aangifte te doen. Terwijl het... Jouw advies is gewoon om een partij te kiezen die daar ervaring mee heeft. Ja, ik zou dat wel doen. Tenzij je die ervaring zelf hebt. Maar ja, die zul je gewoon ondernemen. Het kan. Maar weet wel waar je aan begint. Dankjewel. Nou, dit is volgens mij de laatste vraag hier. Hebben we jouw vraag niet beantwoord? Volgens mij wel. Maar mocht dat niet zo zijn, dan nemen we contact met je op en zullen jouw vraag morgen of zo snel mogelijk beantwoorden. Nogmaals, wil je graag persoonlijk in gesprek met Dennis of Erwin, meld je dan nog steeds eenvoudig aan via de Yes-pagina. Dit was hem voor vanavond. Dank aan de beide gasten hier aan tafel, Dennis Mes en Erwin Morje. Jij bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond.